Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe live video hier op Call of Duty Advanced Warfare. Vandaag gaan wij een team damage potje spelen met de EPM3. En de EPM3 is een heavy wapen in Advanced Warfare. En ik heb de variatie de Exterminator aanstaan. Wat inhoudt dat ik een plus 2 damage, maar wel een min 2 fire rate krijg op mijn wapen. Dus hij is gewoon simpelweg wat sterker. Maar wat het voor gun is, het is een wapen. Een one-shot laserwapen. Dus elke kogel die je schiet, moet je zelf opnieuw indrukken. Als je ongeveer 2 à 3 kogels raakt, is de vijand dood. Maar op het moment dat jij te snel en te vaak achter elkaar schiet, dan raakt hij overhit. Dan moet hij hem eigenlijk heel snel afkoelen, waardoor je niet meer kan schieten. Dus je moet heel slim en heel erg geconcentreerd met dit wapen spelen en ook rondrennen. Want anders ben je gewoon kaart de Sjaak. Ik heb lightweight en low profile aanstaan. Low profile, dat is eigenlijk een UAV jammer. Dan ziet de UAV van de enemy je niet. Blindheid zien de scorestreaks van de enemy je niet. Toughness, dan op het moment dat je geraakt wordt heb je minder flinch. Blaster press, kom je niet op de map te staan als je springt. En exo overclock, dat is een ability die je kan gebruiken. Om eventjes voor een bepaalde tijd sneller te kunnen rennen. Dus met die class gaan we gewoon kijken wat wij kunnen gaan verrichten. Of wij een mooie score kunnen gaan neerzetten. Dus tot en met in het potje. Zijn jongens in het potje gekomen. Het is op de map Recovery. En we gaan eens even kijken natuurlijk wat wij in dit potje, teammate, ik wil er langs, kunnen gaan doen. Dus vind je dat leuk? Rap natuurlijk zijn kaart op lijn op. Oh! Wauw! Die zag ik niet aankomen, jongen. Holy shit, die vent, die was zo snel. Ik heb natuurlijk ook die ability, dus dan kan ik vet snel, kan ik even voor een tijdje heen en weer rennen. Maar dan kom je natuurlijk die enemies ook in één keer naast je tegen, joh. Die had ik even niet, had ik even niet zien aankomen, hè. Lekker bezig, teammates. Maar je ziet al wat voor wapen het is. Het is een geniaal wapen, om maar zo te noemen. En hier zit nog ergens een enemy. Teammates, jullie gaan keihard eraan, jongen, met z'n allen. Uit voor de overkant. Lekker bezig. Oké, we gaan snel weer deze kant op. De enemies die blijven een beetje op een afstandje staan. Maar dat vind ik niet erg. Dat mag voor mij. Maar het houdt wel in dat je het goed in de gaten moet houden. Want je wil niet door ze dood gaan namelijk. Lekker bezig hoor, jongen. Lekker bezig. Oh, er wordt genijfd. Wat? Ik heb die hele vent niet gezien, ouwe. Ik was zo hard aan het concentreren. Ik zie de hele gozer gewoon ook niet, hè. Ah, twee man had ik. Die derde werd even te veel. Ze waren allemaal naast me gespannen. Ja, daar kan je natuurlijk ook niks meer aan veranderen, helaas. Oh, hij is overfit. Teammate, die heb jij niet, hè? In dat geval blijf ik even staan, namelijk. Dank je. Dat zou ik net zeggen. Die teammate die ging dood. Dus die enemy stond er dan natuurlijk sowieso... Daar ergens, maar je moet echt zo goed opletten met dit wapen dat hij niet overhit raakt. Als hij overhit raakt, dan gaat hij die stomme reload doen zoals je net zag. En dan kan je gewoon niet meer schieten, dus je moet er echt goed rekening mee houden. Want anders ben je kaart de Sjaak. Dus ik probeer ook een beetje over de buitenkant van de map te lopen. Ik wil niet domme weggetjes lopen. Want als ik meer dan, ja laten we zeggen, 2 mensen tegenkom. Dan ben ik gewoon echt kei, maar dan krijg ik kaart de Sjaak. Dus ik probeer het een beetje slim te spelen. En op die manier de enemies dan te killen. Holy shit! Hij zit daar nog hoor. Uh-oh. Weet je wat, ik ben snel weg. Ik hoop niet... Ja, dat wou ik net zeggen! Ah, ik hoop niet dat die vent daar met die riot shield nog staat. Maar dat deed hij dus wel. Hij stond er nog wel. Teammate, kan je me helpen alsjeblieft? Gaat dat lukken of niet? Heb je hem? Je hebt hem niet. Hij heeft hem niet. Oké, ik heb hem wel. Je moet uitkijken voor die vent met die riot shield, jongen. Die vent die staat daar dus nog steeds daar bovenop. Hier zo recht voor me. Maar van dichtbij heb hij kaart voordeel. Fuck it, ik doe het gewoon. Heb jij zijn teammate? Kijk uit, deze kant. Hij rende gewoon kaart in, hè, die gozer. Wow, yo, jongen. Teammate. Lekker jongen, jullie hebben hem al. Ik hoef niks meer te doen. Ik doe niks meer hoor jongens, zoeken jullie het maar lekker uit. Uh-oh.
Doei. Je moet zo slim spelen hiermee, hè. Anders ben je zo hard te shaken, jongen. Oei, yo, yo, yo. Stomme overheat hier, joh. Stomme overheat, jongen. Ah, daar kwam die aan. Ik wist dat die PW kwam halen, jongen. Ik moet zo traag spelen, Matties. Oké, lekker, die heb ik. Wacht even. Die heb ik ook. Die heb ik ook. Het is zoals je ziet echt een super, super sterk wapen. Maar hij kan echt maar een paar kogels schieten. En dan is hij gewoon alweer oververhit. Ah, shotgun. Is niet erg. Is niet erg. Goeie kill van je, bro. En de map die gaat nu ook veranderen. We gaan nu natuurlijk naar een ander gedeelte van de map toe. Dat vind ik zelf echt altijd mega vet om... om eigenlijk in deze map te doen. Want die deuren hier rechts van me gaan nu open. En dan gaan we eigenlijk verplaatsen naar een ander gedeelte van deze map. En dat vind ik zelf super vet. Alleen je moet nu een beetje je enemies opwachten. Iedereen die wil nu verder lopen. En je moet ook verder lopen. Want als je niet verder loopt, dan ja, komen er een soort van bommen op je. En dan ga je sowieso dood. Dus wat je eigenlijk moet doen, is je moet de enemies een beetje opwachten bij die deuren. Want ze moeten doorlopen. En ze gaan dus sowieso, hoe dan ook, gaan ze hier bij je in de buurt komen. Wow, yo, dat was een no-scope. Dankjewel, Carl. Zie dat je even meewerkte daar. Weet je wat ik ga doen? Ik ga achteruit. Ik vertrouw er helemaal niks meer van. Ja, de deuren die gaan weer dicht. Ik heb mijn drone nu ook binnen. Oh, je moet er zo goed op letten, hè. Je kan echt gewoon maar een paar mensen killen. Ik denk maximaal echt 2, misschien 3 als je het echt goed doet gewoon. Jammer, jongen. Vond ik het beter, bro. Lekker droontje van me. Ah, goede kill. Oké, we hebben bijna het potje gewonnen. Nog 4 kills moeten er gemaakt worden. Maar het is en blijft wel echt een leuk wapen om te gebruiken, hoor, dit ding. Oh, yeah, en de final kill cam. Alleen hij raakt zo snel overhit, man. Awesome, awesome shit, joh. Het is zo leuk om even terug te gaan en gewoon van dit soort wapens te gebruiken. 39-8 heb ik gedropt als eindscore. Speelde natuurlijk een beetje relaxed, een beetje rustig, omdat we niet echt hard op af konden rennen. Want ja, dan kom je gewoon 3 à 4 mensen tegen en dan ben je de Sjaak. Maar alsnog hebben we een mooi potje neergezet. Dus jongens, ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Als je hebt genoten, dan natuurlijk subscribe op like. Bedankt allemaal voor het kijken. Bedankt allemaal voor de support. En hoop ik ook weer tot de volgende keer. Bye, bye.